We hebben nieuwe rokken binnen. Dit is een viscose cirkelrok. Dus die is lekker wijd. Hele mooie print. Een kekigroene kleur met beige. Boven heb je een elastische taaieband. En er zitten zakken in. Er zijn weinig rokken met zakken, tenminste bij ons. Maar deze heeft er wel zakken in zitten. Dus dat is wel heel fijn. Het is 1 maat. Ik heb maat 38. Ik ben 1,72 meter. Ik draag hem altijd ietsje lager, want ik heb best lange benen. Dus met die lengtes kun je echt wel wat sjoemelen. Want ben je wat kleiner, draag je hem iets meer in de taille. En dan wordt hij vanzelf wat korter. Persoonlijk vind ik het mooist. Hoe langer, hoe beter. Laat ik het zo zeggen. Als bij mij een rok zo is, ja, dan vind ik veel minder mooi. Ze zijn 39,95. Boven heb je een elastische tailleband. Ik heb daar altijd een elastische riem omheen, omdat ik dat fijn vind zitten. Die hebben in heel veel kleuren, maar ook in verschillende maten. En op onze website kun je zien welke maat je nodig hebt. 39,95 zijn ze. Je kunt ze dragen vanaf maat 36, 38 tot en met 42. En bij 44 zeg ik altijd, kom er even passen in de winkel. Want we hebben een ander retourbeleid dan andere webshops. Bij ons krijg je een waardebon als je iets terugstuurt. Of geld terug als je terug komt brengen naar de winkel. Ik denk dat hij sowieso tot 42, met 44 ligt het er gewoon aan. Heb je wel rechtere heupen en plattere billen, maar wel een buikje, dan gaat het vaak wel. Ik heb er een heel mooi blouseje op met een knoop voor erin. Die heeft een driekwart mouw en die driekwart mouw is gewoon omgezoomd. Het is een mix van 50 of 55% linnen met 45 of 50% viscose. Dan heb je de looks van linnen, maar iets minder kreuk. En wat ik nou heel leuk vind is dat hij een V-halsje heeft en een kraagje. En natuurlijk dat knoopje voor, want met dat knoopje kun je even ook weer een buikje verbergen. Dit is 1 maat. Ook van bovenkleding heb ik maat 38. Ik heb het knoopje nou iets strakker gedaan. Maar je kan daar ook weer, hè, kijk, doe ik die gewoon hieronder. Ja, dan kan het weer met een veel ruimere maat, zeg maar. Want tot en met 42 moet hij makkelijk kunnen. Die blouses zijn 39,95. Er zit zo'n rijtje kokosknopen op. Dat is van een natuurlijk materiaal. Maakt het altijd wel extra mooi, vind ik. Ik heb er een topje onder. En dat is het viscose topje, zo'n luxe gebreid viscose topje met een rechte halslijn noemen wij dit. Hij loopt wel ietsje rond, maar het is vrij recht. Dus dat vind ik altijd mooi als je dan een V-hals aan hebt, dan komt er in ieder geval zo'n puntje tussenuit. En ze hebben wat bredere schouderbandjes, daar blijven de BH-bandjes dan weer goed onder zitten. En die hebben in heel veel kleuren. Die vind je terug op onze website. Ze zijn 29,95. Je kunt ze dragen tot en met maat 42. Ik zeg wel altijd, ja, hierachter, ik heb dat ook wel, bij de BBH-bandjes, ja, tekent dat af. Ik denk dat we daar gewoon niet onderuit komen en dat we daarmee maar mee moeten leren leven. Aan de voorkant vind ik het wel meevallen. Dan kun je het even wel laten blouzen. Maar het is altijd die vervelende BBH-bandjes die zorgen ervoor dat topjes snel aftekenen. Nou, we hebben een heel mooi giletje. Dat is zo'n jeans giletje in het keki. Die gaan van maat 36 tot en met 44. Die vallen goed op maat, maar bij twijfel tussen twee maten zou ik de grootste nemen. Toevallig is nou mijn maat uitverkocht en heb ik een L aan in plaats van een M. En die vind ik eigenlijk gewoon goed zitten. Beter net wat te groot vind ik dan net wat te klein. En dat zien wij ook terug in de winkel. Er pakt niemand een maat kleiner. Die zijn 59,95. Die heb ik dan ook nog in een zandkleurtje. En daar heb ik ook foto's van gemaakt. Dat is hetzelfde verhaal. En daar staat er dan ook weer heel mooi bij. Dus je kan zelf kiezen welke kleur het beste bij jou past. Dan heb ik een bolero vestje. Die vind ik eigenlijk ook onmisbaar in de zomer. Omdat dat zo makkelijk even over een jumpsuit of over een topje. Met een rok, met een wijenbroek, maar ook gewoon met een jeans. Hè, het is net even over een topje heen als het net even wat frisser wordt. Een echt vest is dan vaak alweer te warm. Nou, hier zitten twee lange slierten aan. Die slierten kun je gewoon knopen, een strik erin leggen. En het leuke is, die strik die verbergt dan ook weer een buikje. Maar die zitten eigenlijk bij iedereen goed. Het is een driekwart mouw, een iets wijdere. En dan komt die tot over de ellebogen. Die zijn 34,95. Die hebben we in het donkerblauw, in keki, in beige, in ecru. Hardroze en zwart. Moest even nadenken.
34,95 en het is een mix van viscose met nylon. En dat is juist wel goed, want die nylon zorgt ervoor dat het niet gaat krullen en dat het mooi in model en op kleur blijft. 34,95. Waar heb ik dan nog meer? Even kijken. Ik zie hier een blazer in het beige. Dat is een semi-travel blazer. Het heeft het comfort van een travel stofje, alleen het is net wat dikker van materiaal. Dat vind ik wel fijn, zeker bij een blazer. En daar kun je dan ook gerust, als je het vaak hangt het gewoon aan de kapstok, dan kun je het vaak ook als een jasje dragen. Daar heb je er veel meer plezier van. Aan de achterkant zijn die ietsje getailleerd, maar heel weinig. Dus het tekent niet snel af. En die gaan van maat 36 tot en met 44. Betwijfel tussen twee maten zou ik de kleinste nemen. Daar zie ik in de winkel ook elke keer. Ik heb nou ook de S aan, terwijl ik normaal een M heb. En thuis heb ik een M'tje. Maar op een rok of een jumpsuit of iets waar lekker soepel valt, zeg maar, vind ik het dan toch mooier als je net wat kleiner zit. Dat kleedt net wat slanker af. Ik kan deze niet dicht, die ik thuis heb wel, maar die is ook, ja, ik vind het sowieso niet zo heel mooi als een blazer dicht gedragen wordt, dus dat doe je toch nooit. Die zijn 59,95. Dan heb ik nog een heel leuk, als je het wat stoerder wil hebben, een jeansjasje in een zandkleur. Eigenlijk ongeveer het modelletje van de giletjes, maar dan met mouwen. Die zijn 59,95. En als je nou denkt, ja, hoe kan dat nou? Zonder mouwen is die ook 59,95. Dat komt omdat het een ander merk is. Dus daar kan ik niks aan doen. Hier krijg je de mouwen gratis bij, zeg maar. Hoe mooi ook weer bij elkaar. En dan zie je dat het in plaats van netjes toch weer net weer meer casual of stoer wordt. Nou, die jasjes zijn dus 59,95. Die gaan van maat 36 tot en met 44. Ik heb gewoon de M aan. Er zit heel veel stretch in, dus ze dragen lekker. Betwijfel tussen twee maten zou ik ook bij die jasjes gewoon de grootste pakken, omdat dat nog steeds heel netjes zit. Je kan dan ook zeggen van, weet je, ik rol die mouwen wat op. Als je het allemaal afgerold laat, dan denk je misschien, ja, nou zijn de mouwen te lang. Maar ik vind het eigenlijk ook heel mooi om die net wat op te rollen. Ziet er ook weer leuk uit. En dan lijkt het hele jasje meteen weer wat kleiner. Die zijn dus 59,95. Heb ik nog iets? Ik zie nog zo'n vier seizoenen truitje in een crème kleurtje. Heb je nou zoiets van, ja, dat vind ik ook leuk. Die gebruik ik heel vaak op rokken. Of van die wijde bedrukte broeken, zeg maar. En dat komt omdat die niet te lang zijn. En ik werk natuurlijk heel vaak met die elastische riem. Nou, ook weer fijn als het dan even net wat frisser wordt. Het is een heel simpel truitje. Een soort van vlindermouw zit erin. Het is een gewoon kort, wijd modelletje. Ik doe altijd de riem om de trui heen. En dan alles wat er onderuit komt, dan moffel ik eronder. En dat is beter dan dat je zo'n top of zo'n trui of een blouse of net wat dan ook in je rok gaat dragen. Want dan lijk je in één keer een maat dikker. En dat willen we natuurlijk niet. En zo is het allemaal netjes weggewerkt. Ik zet die riem dan ook nog een klein beetje schuin. Kleed het nog wat slanker af. Nou, die truitjes kun je dragen vanaf maat 38 tot en met 44. En dat is een mix van modaal met acryl. Dat blijft ook goed. Modaal is eigenlijk een soort van katoen. De truitjes 29,95, de riem 19,95, de rok 39,95, het topje 29,95, de giletjes zonder mouw 59,95, het jeansjasje met mouw 59,95, de blazer 59,95, de bolero vestjes 34,95 en je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.